Welkom bij dit filmpje over tekst 13 uit het Griekse tekstboek van Argo. Dit filmpje gaat over Hector en Achilles. En Achilles is woedend, want hij is erachter gekomen dat Hector degene is die zijn allerbeste vriend Patroklos gedood heeft. En Achilles heeft heel lang niet meer meegevochten met de Grieken tegen de Trojanen uit boosheid op Agamemnon. Maar dit vindt hij toch zo erg dat hij weer mee gaat vechten. En dan specifiek op zoek is naar Hector. Hij heeft al heel veel Trojanen gedood. En Hector die heeft dat door en die besluit dan om in zijn eentje op hem te gaan staan wachten buiten de muren van Troje. Dus alle soldaten zijn in Troje, alle vrouwen en kinderen zijn in Troje. Alleen Hector staat nog te wachten. En dan staat er dit. Hector Kai Achilleus, zo heet deze tekst. Ho Achilleus, onderwerp. Homoios, ook nominativus, dus dat hoort bij Achilles, lijkend op. En waar je op lijkt staat in de dativus, op toi theoi, op de god. En er staat een bijvoeglijke bepaling in de genitivus tussenin, van de oorlog. Dus Achilles, lijkend op de god van de oorlog. En dan hebben we hier Hector in de dativus. En epelatzen, komt van het werkwoord pelatzo. Er staat een augment voor, het is de presenstam, dus dit is een imperfectum. Derde persoon. En hoort dus bij Achilles. Achilles, lijkend op de god van de oorlog, naderde Hector. En Hector staat in de dativus omdat Pelatzo met een dativus gaat. Nou, die god van de oorlog, daar zie je een afbeelding van hier rechts. Dus dat ziet er redelijk angstaanjagend uit. En Hector, hij is het onderwerp van de nieuwe zin. De geeft vaak een onderwerpswissel aan. Enomidze. Nomizo is het werkwoord waar dit bij hoort. Dat betekent menen, of soms ook beschouwen als, maar hier is menen de goede betekenis. En ook hier staat een augment voor. Het is de presenstam, dus dit is ook een imperfectum. En Hector meende. Hoti, dat betekent dat. Dus we beginnen hier een bijzin. Dat menijn, infinitivus, te blijven. En ofeilen, dat komt van ofeilo. En dat betekent verplicht zijn. Ook hier zit een augment in, het zit verstopt in die omega. Ofeilo begint eigenlijk met een omicron, maar met het augment wordt dat een omega. Dus, en aangezien dit ook de presenstam is, is dit weer een imperfectum. Dus... En Hector meende dat hij verplicht was om te blijven. En ja, dat was ook waarom hij daar stond. Hij wilde gaan vechten met Achilles. Maar, Allah. En dan hebben we epei. Dat is ook een voegwoord dat een bijzin inluidt. Betekent toen, omdat, nadat, aangezien. Moet even kijken wat hier het beste uitkomt. Ton Achillea, accusativus van Achilles. En eiden is hier de persoonsvorm. Eiden is een thematische auristus. Dus een hele andere stam dan de presenstam. Presens is horao. En dus dit betekent hij zag. Maar toen hij Achilles zag... Let goed op hè, dat je Achilles dan als leidend voorwerp vertaalt en niet alleen ineens zegt, maar toen Achilles zag. Want dan mis je wat die naamval betekent. Maar toen hij Achilles zag dus, homo's betekent toch. Apo, voorzetsel, gaat met de genitivus. Dat is tes pules, vanaf de poort. Edramen,
En Edramen is ook een thematische aoristus, weer een hele andere stam dan de prezenstam. Dit komt van het werkwoordje trego en betekent rennen. Rende hij toch weg van de poort of bij de poort vandaan. Ik zou me kunnen voorstellen als je een soort Ares op je af ziet komen. Omdat, weer die hoti, betekent hier omdat, niet dat. Elipen, ook dit is een thematische aoristus. Leipo betekent verlaten. Dus omdat, puntje, puntje, verliet. Auton, accusativus, persoonlijk voornaamwoord, hem. En to, tharsos, is dan de, het onderwerp. En dat betekent de moed. Dus omdat de moed hem verliet. En de Grieken zagen dat echt zo, dat zeg maar, moed iets was wat uit jouw weg kon gaan. Dus hij stond daar te wachten, wordt nu toch heel erg bang en gaat rennen. En je ziet ook in tijdgebruik het verschil in aspect. Hij meende dat hij verplicht was te wachten, imperfectum vormpjes. Maar toen hij Achilles zag, Aoristus, rende hij toch weg. Dat zijn allemaal acties en afgeronde situaties, omdat de moed hem verliet, ook een Aoristus. En dan krijgen we hier weer tris, dat betekent drie keer. Etrege, van trego, met een augment, een imperfectum, rende hij rond peri, dat is een voorzetsel, tot tijgels, rond de muur. Dus, dit is een imperfectum, geeft aan dat dit een poosje heeft geduurd. Dit was niet afgerond. Driemaal rende hij rond de muur. En Achilles, Edioke, ook imperfectum, van Dioko, achtervolgde Auton, dat is hem. Kai, Elaumen. En dit is ook een imperfectum. Dit komt van het werkwoord Elauno met een epsilon. En dat augment zorgt ervoor dat dat een eta wordt. En dreef hem voort. Dus Hector gaat er vandoor. Achilles gaat er achteraan. Drie keer rond een stad rennen. Dat was misschien niet zo'n grote stad als we tegenwoordig hebben. Maar alsnog is dat best een end. Hoi de Troes. Hoi de Troes in het onderwerp. En de Trojanen. Apo, weer voorzetsel met genitivus. Vanaf de muren. Kat e blepon. Dit is een persoonsvorm van een samengesteld werkwoord. Het komt van kata blepo. En het staat in het imperfectum. Want je herkent de presensstam, blep. Maar er moet toch wel een augment. En dat augment komt altijd precies voor de stam. Dus het augment is dat. En die A, de laatste A van kata, die valt dan weg. Want je wil geen klinkerbotsing. Dus blepo betekent kijken. Kata is naar beneden. Dus de Trojanen keken naar beneden vanaf de muren. Kai, niken in de accusativus, overwinning. Tu Hectoros, van Hector. Dus een overwinning van Hector. Elpizon, dat komt van het werkwoord elpizo met een epsilon aan het begin. Ook dit is imperfectum, want de presenstam blijft gewoon hetzelfde. En betekent hopen op. En zij hoopten op een overwinning van Hector. Uiteraard, want zij zijn voor hun held. Maar goed, Hector die was nog aan het rennen. En dan staat er telos de, maar tenslotte. Dat hoort bij arete. In de nominativus, de dapperheid, met als bijvoeglijke bepaling in de genitivus, tu hectoros.
de dapperheid van Hector. Ton phobon, accusativus angst, auto van hem. En ex e balen, weer een samengesteld werkwoord. Komt van ekballo, dat betekent letterlijk eruit gooien, verdrijven. En dit is een thematische aoristus, want de stam van ballo is bal met twee lapda's en hier staat er maar één. Dus het is een verandering ten opzichte van de prezenstam. En doordat er een e voor de stam komt, verandert ek weer terug in ex, wat het normaal is als het gevolgd wordt door een klinker. Dus dan krijg je, en tenslotte, verdreef de dapperheid van Hector de angst van hem. En deze hol hoort bij Heros en de held, toon troon, weer een bijvoeglijke bepaling in de genitivus ertussenin, en de held van de Trojanen, Eipe, zij, thematisch aoristus van Lego, compleet andere stam, toi Achillei, tegen Achilles. En dan zegt hij, ook eti, niet meer, anaballo, dat is de persoonsvorm. En we zitten in een gesprekje, dus je kunt nu ook andere dingen verwachten dan derde personen. Dit is een eerste persoon. Niet meer stel ik uit ten magen, het gevecht. Dus hij blijft staan, draait zich naar Achilles en zegt dit. En dan zegt hij ook nog, ego men mello. Sorry, dat is natuurlijk niet een nominativus, maar een persoonsvorm. Ik zal, of ik ben van plan, tussenzinnetje met ei, ei betekent als, als apokteino ik dood ze jou, als ik jou dood. Dus ik ben van plan, als ik jou dood, tot soma soe. Tot soma kan nominatief en accusatief zijn, maar je hebt al een nominatief, namelijk ego. Dus is het hier accusatief? Het lichaam soe van jou, hellezen, aan de Grieken van Hellen, derde groep dativus, te par egein, te geven. Dit was heel netjes, maar ook heel standaard. Het was een soort erecode dat als de een de ander doodde, dat dan het volk waar de een, waar de ander bij hoorde, dat die het lichaam terugkregen om het te cremeren of te begraven. Dus hij zegt dit als een soort bevestiging van een standaard situatie. En dan zegt hij ook nog huto. Dat is hetzelfde als huto's, betekent zo. En zo. Pratten. Hier hebben we een imperativus van pratto, doen. Kai su, ook jij. En doe jij ook zo, of handel jij ook zo. En dan hebben we hier holde Achilleus, dat zou kunnen zijn en Achilleus, maar het is hier waarschijnlijk maar Achilles. Want Achilles heeft hier zeker geen zin in. Eipen, weer die thematische aoristus van Lego. Maar Achilles zei, ook eisin homologiai. Ook is niet, eisin is er zijn. Homologiai betekent overeenkomsten. Er zijn of er bestaan geen overeenkomsten voor leusi, komt van leon, ook een derde groep dativus. En betekent leeuwen. En kai, andrazin, weer een derde groep dativus van aner, man. Dus er zijn geen overeenkomsten voor leeuwen en mannen. Dus hij maakt hier een vergelijking waarbij hij zichzelf waarschijnlijk de leeuw vindt, de sterke partij, en Hector een man, waarbij hij verwijst naar als een leeuw een man doodt, dan gaat hij heus dat lichaam niet teruggeven aan de familie van de man.
Dus hij breekt hier een erecode. En dat is echt een dingetje. Maar het geeft wel aan hoe ontzettend boos Achilles is. Autica de en meteen ebale van Ballo, thematisch Aristus weer, gooide hij tot Doru de lans, maar ook etuge niet. Etuge is thematisch Aristus van Tungano, betekent treffen of raken, maar hij trof Hector to Hectoros, genitivus, want Tungano gaat met een genitivus, niet. Nou, dat is wat je hier op die vaas misschien wel ziet. De mooie uitwijkende reactie van Hector. Nou, Hector die krijgt acuut hoop. En dan staat er, hol de Hector, eipen. En Hector, eipen, zei, weer die thematische Aristus van Lego. Su, jij, Aristos, beste, Agaion van de Grieken, ei, dat is de persoonsvorm van eimi, jij bent de beste van de Grieken, emu, dat is de genitivus van ego, van mij of mij, de, maar, ook niet, en dan etuges, dat verklaart ook de genitivus, want dit gaat, net als in de vorige zin, ook met de genitivus. En het is weer een thematisch aoristus, maar jij raakte mij niet. De, is een beetje lastig te vertalen, maar je zou kunnen zeggen en, nu, apotheneiske. Dit is de imperativus van apotheneisko, sterven. En sterf nu. Epij. Dit voegwoord begint een bijzin. Omdat, of nadat, dia se, vanwege jou of door jou toedoen, polla, veel, je zou ellende erbij kunnen aanvullen, epathomen, dat is de persoonsvorm, komt van pascho, ook hier een thematische aoristus, omdat wij hebben geleden of hebben doorstaan, veel ellende vanwege jou. En die wij wordt nog even extra duidelijk gemaakt met hemijs. Antebale. Komt van antiballo. Ook dit is een samengesteld werkwoord. En die i die valt dan weg omdat de e het augment voor de stam komt. En het is aoristus, want je ziet dat de presenstam aangepast is. Er is een lambda minder. Dit is maar een heel klein verschilletje bij ballo de hele tijd. Maar dus moet je goed opletten. En het betekent op zijn beurt gooien. En hij gooide op zijn beurt tot Doru de lans. Maar, ho Achilles, Achilles als onderwerp, snel, taga, een bijwoordje. Ten aspida, het schild, an es gen. En dit komt van an ego. En dat betekent houden. Ego is houden en ana is omhoog. Dus dit is omhoog houden. En hier is de stam heel erg anders. Dus dit is ook een thematische aoristus. Maar Achilles hield snel zijn schild omhoog. Allemaal aoristusvormpjes hier, want het zijn allemaal acties. Autis betekent weer, bijwoordje. En weer, ho Achilles als onderwerp. En Achilles, elabe, wederom thematisch aoristus van Lambano. Nemen, pakken. En Achilles pakte weer Todoru de lans.
Kai en Ebale van Ballo gooien. En hij gooide. En als je je nu afvraagt, zeg, hoe zit dat? Want hij had zijn lans toch al gegooid. Dat klopt. Maar hier, net als op het plaatje hiernaast, heeft Pallas Athena een nare rol gespeeld. Want zij heeft eerst gedaan alsof ze Hector zou meehelpen. Maar ze lokte hem eigenlijk alleen maar op zo'n manier dat Achilles hem kon overwinnen. En zij heeft er ook voor gezorgd dat hij zijn speer, zijn lans, weer terugkreeg. Dus vandaar dat hij nog een keer met die speer kan gooien. En dan is het ook raak. En Etuge, Aristus, en hij trof Hector in de genitieve sfeer, want dat hoort bij Tungano. Autica de, en meteen kat epesen, weer een samengesteld werkwoord, kata pipto komt dit vandaan. Dus je ziet al meteen, hé, dit moet wel een thematisch auristus zijn, want de stam is heel anders. Kata is naar beneden, pipto is vallen, en meteen viel naar beneden. En wie er naar beneden viel is Holheros ton Trojon, de held van de Trojanen. Nou, dat gebeurt ook op dit plaatje. Daar zie je hem al liggen. Met een speer door zijn nek. En dan naderen we het einde van dit verhaal. Holheros, de held ton Hellenon, de held van de Grieken, dat is dus Achilles. We hadden het net over een andere held, dat was Hector. Vergeet het de niet. En de held van de Grieken, Eipen, zij, weer die thematische Odysseus. Apokteinein, en dat is de infinitivus van doden. Te doden, ze, jou. Ethelon, ik wilde, van ethelo, dat begint normaal met een epsilon, maar het augment zorgt ervoor dat het een eta is. Verder is het gewoon de presenstam, dus dit is een imperfectum. Ik wilde jou doden. Exu, die combinatie betekent sinds en begint een bijzin. Sinds, emathon, komt van manthano. Een duidelijk verschil in stam. Dus dit is een thematische auristus. Sinds ik vernam Hotti dat jij Fonuis, betekent moordenaar, to Patroclo, van Patroclos, ei. Dus sinds ik vernam dat jij de moordenaar bent, hij komt van Eimi, tweede persoon, van Patroklos. En dan zegt hij hetzelfde tegen Hector als Hector eerder tegen hem zei. Num de apotheneiske, sterf nu. En hier hoef je de een keertje niet te vertalen. Oké, dat is wat hij zegt. En dan gebeurt er hierna nog iets gruwelijks. We zitten natuurlijk midden in een oorlog met alle gruwelijkheden die daar helaas bij horen. Epei, nadat, de en nadat, apethanen, een thematische auristus van Apothneisko. Dat betekent sterven, compleet andere stam. Degene die sterft is uiteraard Hol Hector. En nadat Hector gestorven was, dat was ook de bijzin, Hol Achilleus, onderwerp van de hoofdzin, Edese, hij bond vast. Ook dit is een auristus, maar een andere dan de thematische auristus. En wat bond hij vast? To soma autu, het lichaam van hem. Ek to difru, aan zijn
strijdwagen. Dus in plaats van dat hij hem teruggeeft aan zijn familie, zoals de gewoonte is, bindt hij hem vast aan zijn strijdwagen. Kai en Triss, die hebben we al eerder gezien, hè? Want Hector ging uit angst voor Achilles 3 keer rond de stad rennen. En wat er nu gebeurt, echoot die 3 keer, maar is veel gruwelijker. En 3 keer Peri, dat hoort bij Tol Tijgels, 3 keer rond de muur Tes Troias van Troje. Weer een bijvoeglijke bepaling in de genitieve ertussenin. En dan hebben we hier de persoonsvorm Helken. Dat is een imperfectum, want als je dit 3 keer doet, dan duurt het een flinke poos. En het komt van het werkwoord helko, dat is voortslepen. En hij sleepte, dan mag je hem aanvullen, of het lichaam. En hij sleepte het 3 keer rond de muur van Troje. Nou, dit is een mooi, of ik zou eigenlijk liever zeggen een lelijk voorbeeld van wat boosheid en oorlog doet met mensen. Tot zover